paar jaar geleden was het crisis. Toen hebben we in de transportbranche ook minder in mensen geïnvesteerd. En nu is het booming business, niet alleen in transport natuurlijk, maar ook in de bouw. Dus daardoor komen we wel mensen tekort, ja. We hebben een vloot van 120 auto's, dus er komen nog iets van 15, 20 man tekort. Wij leiden onze mensen op met onze eigen rijschool. We hebben Melis Drive Academy anderhalf jaar geleden gestart. En daardoor hebben wij niet een groot tekort aan mensen, maar een klein tekort aan mensen. En zo investeren we in onze eigen omzet ook eigenlijk. Wij nemen mensen aan met een B-rijbewijs. En die gaan dan intern de C halen en daarna het E-rijbewijs. Dus eerst drie modules verkeer, techniek en administratie hier intern bij ons bedrijf in Duiven. En dan hebben we al gelijk een klik en kunnen we gelijk zien of de mensen, wat voor mensen we in huis halen. Onze filosofie achter mensen zelf opleiden is ook dat ze gelijk het Melis DNA krijgen en dat we ze in-house hebben. Dat ze gelijk het gevoel krijgen wat wij hier doen. Dus we binden ze eerder en sneller. En daarom leiden wij onze eigen mensen op. En ook omdat er gewoon vraag is naar chauffeurs. Het Melis DNA is een open DNA. Wij zijn hier eigenlijk ondernemen heel open. Ik ben directeur-eigenaar van Melis Logistics, maar ik loop ook gewoon tussen de mensen in. We hebben een open cultuur, ons kantoor is allemaal met glas. Vrijdag hebben we hier nog een vrijdagmiddag bijeenkomst of een kwartaalborrel. Dus we zijn echt wel een verbindende factor van directeur tot heftruckchauffeur.